Count on Coin. Hi mensen, welkom terug bij een nieuwe video op Binantown. Het is de derde dag en we zijn vermoeid. Ik ben net even bij die gasten geweest. Ze waren gaan slapen, natuurlijk. We hebben ze wakker gemaakt, maar iedereen is echt gewoon moe. Echt gewoon vermoeid. Van de hele dag lopen, weet je wel. Weinig slaap en zo. Dus dat is een beetje jammer, maar we gaan er het beste van maken. We gaan dit keer eventjes, denk ik, hier beneden in het hotel ontbijten. Zodat we tenminste al gelijk even wat voedsel in ons hebben. Want voedsel, ontbijt, is het belangrijkste van de dag om mee te beginnen. Want daar krijg je energie van. En energie kunnen we heel goed gebruiken. Wanneer gaat hij nou rollen, Rick? Hij rolt al! Roltrapland! Nou, dames en heren, we zijn weer aangekomen op Gamescom en we zitten hier nu momenteel op de grond. Want we konden even niks anders vinden, maar het is hier natuurlijk heel erg druk. Wij gaan nu wat video's opnemen, we hebben best wel wat leuke ideeën. Het is gratis om hier te zitten. Iedereen zit door de hele game op de grond, maar hier is het gratis. Overal moet je vragen. Dus even melden dat je hier gratis mag zitten en dat is fantastisch. Ja. Hey iedereen, wij hebben nu een game gespeeld genaamd Ori and the Blind Forest. Wij vonden hem best wel tof, maar daar zien jullie waarschijnlijk wel een review van. Ilko en Judy zijn nu weg, die zijn naar Borderlands 2. Borderlands, de pre-sequel en daarna Evolve. Pre-sequel. En dan gaan ze daarna naar Evolve. Wij hebben nu even de tijd om wat ideeën op te schrijven voor de volgende aankomende video's. Daarom vloggen we dit nu ook. En we zitten nu chill in de lounge hier zo. En we gaan ze toch nog een keer proberen bij Nintendo. Ja, we gaan ze ook even proberen bij Nintendo. Ze zijn afgebimpeld van nee. Alleen volgens Kees, die zei ja, je moet gewoon even deze die naam opnoemen. Ja, die, ja. Die en dan kom je eens wel binnen. Dus dat gaan we zo even doen. We kunnen een nieuwe Super Smash spelen. We zitten nu in deze chille lounge hier zo. Ik zal hem even laten zien, dames en heren. Dit is de chille lounge hier zo. Wieuw. En daar heb je Rick. Hey Rick. Hey. Nou ja, dat dus. En dat checken jullie zo weer. Hey mensen, wij staan nu bij de Nintendo booth. We zijn er binnengekomen, we hebben wat games gespeeld en we hebben zelfs een review opgenomen. En toen gebeurde dit, Judy. Leg het maar eens uit. De camera viel op de grond en deze lens is ongeveer 700 euro. En nu is de filter kapot, gelukkig. Ik dacht echt. Filter, Judy? Hoeveel filter kost 20 euro? Dus dat is niet zo. En de lens is 400 euro. En 700 euro. Maar, oké, dat mag hier, ook. Je ziet dat die ook hier. Ja, het wordt ondertussen hier, wordt het hier opgeruimd. Ja. En ook, wat we ook hebben, kijk eens jongens. Kijk eens, we hebben een hele mooie microfoon. Zeg maar, de microfoon viel van Juri's schouder af. De camera viel van de schouder af. Maar toen is de microfoon draad gewoon gescheurd. Ja, hier, dat is er dichtbij. Ja, goed zo. Gescheurd. We hebben ook geen microfoon meer. We hebben geen microfoon meer. Het werkt niet meer. Het werkt niet meer. Hoe kostte deze? Echt een tientje of zo? Niet zeggen. Niet erg. Hij was gewoon fucking duur. Hij was echt vet duur. Hij was vet duur. We declareren dit bij Bardo, jongen. Bardo komt een tientje terug. Ja, precies. Yo mensen, we zitten bij Nintendo. Bij de pers gebeuren, business dingetje. Ik heb net mijn lens laten vallen, zoals je hoorde van Jordi. Ik stond echt even te kijken, ik dacht van nee man, dat ding is 700 euro. Maar gelukkig is alleen de filter kapot dus. We zijn even een muffintje aan het eten en Ilko, wat doe je nou? Mijn muffin is weg. Ja, muffin is weg, dat is vervelend. Magic Muffin disappeared at Nintendo. Nee, we gaan zo meteen nog wat dingen doen, maar omdat de mic kapot is, moeten we dus met een iPhone zo meteen iets gaan opnemen. Ik ben benieuwd hoe dat wordt, maar je zit er vanaf op een gegeven moment een paar reviews zien die met iPhone gedaan zijn. Hey, daar zijn we weer. We zitten nu ergens in de business area en we zijn aan het wachten totdat Judy en Ilko klaar zijn met het spelen van hun game, die wij niet mochten spelen omdat ze geen ruimte meer hadden. En we zitten hier maar gewoon te wachten en ja, eigenlijk is het niet echt veel aan de hand nu. Het is gewoon zitten en wachten tot ze hier zijn en dan gaan we kijken wat we gaan doen. Want we hebben momenteel wel wat reviews opgenomen, 1-minute reviews, die zullen jullie waarschijnlijk ook nog wel eens een keertje zien. En ik ben best wel tevreden met de 1-minute reviews. Jij? Nee, niet over die van mij. Nee, dat vond ik ook niet. Nee, ik vind wel die over die van mij natuurlijk. Niet over die van Rick, nee. Nee, maar je bent echt slecht jongen, je bent echt slecht. Ja, echt heel slecht, echt heel slecht. Ik kan eens goed dansen. We staan hier bij 2K achter bij de business area en we hebben net wat games gespeeld, Evolve en Borderlands. Daarvan komen reviews online. We hebben eigenlijk best wel veel games gespeeld vandaag. Is dat Rudy van Game is Mooi Man? Waar is die? Ben jij Rudy van Game is Mooi Man? Wil je meedoen in de vlog? Oh, hey! Hey, what's up? Jordi heeft net, wat heb jij al gespeeld? Nintendo dingen allemaal. Nintendo dingen. Ik probeer de camera goed op je bek te doen, maar dat doe ik niet. Oh, hi. Kom maar met me bij, Rick. Het is oké. Hi man. Alles goed? We lopen nog steeds even op Gamescom en we lopen naar buiten waarschijnlijk. Iedereen loopt die kant op en wij lopen de andere kant op. Dat is heel typisch voor ons. Anti boys. Ja, we hebben 3 dagen vol in Gamescom gelopen en nu ben ik wel klaar mee. Ik ben echt wel klaar mee. Ja, we hebben een hoop dingen gedaan, we hebben dingen opgenomen. Helaas ook een ding kapot gegaan op het laatste moment nog. Even rot erop. Like pro. Vond je ervan? Ja, super tof, super tof. Het was zeker fucking nice. En morgen hebben we nog even een video day voor degenen die daar zin in hebben. Misschien hadden we een paar naar huis gaan met de trein. Ik weet niet wat jij wel gaan doen. Ja, ik ga
gewoon mee. Jij gaat gewoon mee. Door. We gaan gewoon door. Nou jongens, we hebben Gamescom weer gezien en we zijn er helemaal klaar mee. Toch jongens? Ik ben moe. Ah. Oh, ik heb geen energie meer. Het zaagt zoveel energie. Ik heb wel 3 blikjes energie voor je. Ja, we hebben allemaal gratis energie gestolen bij elk bedrijf. Bij elk bedrijf zijn we langs gegaan en hebben 1 blikje gehaald. Dankjewel. Dankjewel mensen. Dankjewel voor de gratis energie. Nou, wij gaan nu naar huis. Naar een huis uit het hotel toe. En ik weet niet wat wij gaan doen. Eten sowieso. Jordi heeft zo naar zijn zin. Hij denkt gewoon dat hij nu woont in Duitsland. Ja, ik denk niet dat ik hier woon. Lekker keulen. Oeh, leuk. Welkom terug bij Let's Play Pokémon aflevering 2. Oké, dus wat doen we? We zijn pokeballs aan het pakken en die gooien we op deze level 4 Suicune. Je moet het even scherp. Wat scherp stellen, scherp. Oh, scherp, heel scherp. Ja, kijk, scherp. Gaat hij erin? Scherp, natuurlijk erin. Niet. Nee! Nee! Oh! Nog een keer, doe het, doe het, doe het. Oké. Pak die bal, pak die bal. Ik heb hem, ik gooi hem. Gooi de bal. Oh, is het, ja, close up. Je moet weten, ik heb er al zo'n 100 gegooid, hè. Oh. Jordi zegt, de kans die erin gaat is ongeveer 1 op 200. Dus ik ga nu gewoon fucking van ballen gooien totdat hij erin gaat. Ballen. Kijk, dat is mijn laatste bal. Ballen. Allerlaatste bal. Allerlaatste bal. Die gaat er niet in, denk ik. Ja, dat is 1. Oh. En dan druk je weer bloot en dan begin je gewoon weer opnieuw op punt waar je weer 4 ballen hebt. Daar zijn we weer, Let's Play Pokémon aflevering 3. Welkom bij Let's Play Real Life. Deze gozer staat niet op de highscore, zoals je kan zien. Hij is niet echt goed in dit spel. Noob, hij is een noob. 5 minuten later is deze man alles zijn spullen kwijtgeraakt. We weten niet wat hij aan het doen is, maar volletjes mee staat hij een nieuw leven op. Maar kijk eens, het is heel raar, want die vent had dus net een gigantische rugtas. En alles, hij is nu alles kwijt. Waar de fuck is zijn rugtas? Dat weet ik toch ook niet? Is dit zijn broer? Is het tweelingbroer? Jongens, restart. Wat? Hij is dood gegaan en hij moet nieuwe. Restart. Oh, ja, game over, natuurlijk. Dus we zijn aangekomen hier bij het hotel en Jordi wou eigenlijk dat we met de goede camera gingen filmen, maar dat doen we niet. Doei. Sukkel. Yo, mensen, reageer op deze jongen, op deze video, op dit stukje, dat deze camera slecht is en hij heeft nog steeds de lens niet zo gemaakt. Nee, is dat een probleem? Ja, dit is vies. Is de lens vies? Ja, het is echt een fucking... Ja, gaat wel, man. Zo. Is toch goed? Is toch wel goed zo? Nee, is de vlek op je lens? Nee, dat is helemaal geen vlek op mijn lens. Waar zit die vlek op die lens dan? Precies, toch zitten. Hallo, wat zit die plek? Toen ik fucking jouw fragment aan het editen was, zag ik ze ook zitten. Kijk terug naar de vlog waarin ze die billen fotografeerden. Hey. Daar zie je duidelijk die vlek. Vlek op de lens, niet mijn schuld. Hoe de hel heb je die vlek opgekregen? Nou, vappen. Nasty. Hey. We zitten in het restaurant van het hotel en Rick heeft zojuist zout in de Fanta van Jordi gedaan. Ik ben een troll. De wc. Ah, troll gaat fout. Trollololol. We hebben net gegeten, het was best lekker. Gewoon voor een redelijk goede prijs. Tenminste. Ja, ons eten was best duur eigenlijk. Een ijsje voor een prijzig prijsje. Prijsje, oh nice. Laten we kijken of we Jordi kunnen triggeren om op de camera een stukje van zijn Fanta te nemen. Want er zit best veel zout in. Dat was een rekening eigenlijk. Ja, die komt zo op. Jordi! Hi. Wat? Ik heb best veel zout in die Fanta gedaan. Echt super veel. Er zit echt ziek veel zout in die Fanta. Gewoon wat heel blij mee. Ik ben echt in de war. Of is het nog eens? Het werkt denk ik. Nu weet je het, nu proef je het. Proef je het nu wel? Wat? Deze man is gek!